Hallo allemaal, in deze video laat ik je zien hoe je deze superleuke 3D iPhone kan maken. Een fantastisch ontwerp weer van DIY Mommy. En als je hier op deze link klikt, dan kom je in haar video en kan je zien in welke kleuren zij hem heeft gemaakt. Het aantal elastiekjes, ja dat zijn veel elastiekjes en zij heeft ze niet geteld en ik heb ze niet geteld. Dus ik hoop dat iemand anders ze wel gaat tellen en dan zal ik die aantallen noemen in de beschrijving onder deze video. Maar voor nu kan je denk ik wel uitgaan van ongeveer 100 elastiekjes voor je beeldscherm, in mijn geval doorzichtig, en dan zo'n 250 elastiekjes voor de rest van je smartphone, in mijn geval zwart. Ik heb hier nog een kijkgaatje met grijs gemaakt. Je hebt wel een verstelbare loom nodig, opgesteld in gelijke rijen. Dus als je geen verstelbare loom hebt, dan kan je deze leuke smartphone helaas niet maken. Veel succes! We gaan nu 5 van dit soort horizontale elastiekjes maken. Ik heb er al 4 gemaakt. Ik ga je laten zien hoe ik dat heb gedaan. En dan zet jij de video op pauze en maak jij de andere 4. Je pakt een enkel zwart elastiekje, want mijn achterkant wordt zwart. Vandaar dat ik zwart neem. Dus als je achterkant rood wordt, dan pak jij een enkel rood elastiekje. Dat doe je op je haaknaald. Je pakt 2 elastiekjes in een andere kleur. Deze 2 elastiekjes gaan er later van af. Dat is alleen maar om ze te helpen, om ze te markeren. Dus pak een lekkere, felle, afwijkende kleur, zodat je hem goed kan vinden, gemakkelijk kan vinden. En je schuift dat enkele elastiekje op die 2 elastiekjes. Alle lusjes op de haak. Dan heb je 4 lusjes op je haaknaald. En dan wil je die achterste 2 lusjes over de haak heen hebben en loslaten. Dus deze 2, even mijn focus opzoeken, gaan over de haaknaald. En je laat los en je trekt aan, maar niet te strak. Want je moet die paarse elastiekjes, in mijn geval paarse, weer af kunnen halen. En hier wil je er dus 5 van hebben. Druk nu de video op pauze en maak ook de andere 4. Dan wil je weer 5 van die horizontale elastiekjes en deze keer voor je beeldscherm en dan doe je een doorzichtig elastiekje. Dus ook als je een zwarte beeldscherm hebt, dan wil je ook een doorzichtig elastiekje. Nu doe ik mijn beeldscherm doorzichtig, dus sowieso komt dit goed van pas. En ook daar hebben we de 5 van nodig, dus ik maak met jou de 5e en zet dan de video op pauze en maak ook de andere 4. Je pakt een enkel doorzichtig elastiekje. Die zet je op je haaknaald. Het is precies hetzelfde als wat we net hebben gedaan. Dan pak je weer 2 elastiekjes van een andere kleur. De markeerkleur, die gaan er later van af. Die trek je door die doorzichtige elastiekjes heen. Alle lusjes op je haak. Heb je 4 lusjes op de haak, bij mij blauw. En dan wil ik die achterste 2 lusjes over de haak heen halen. En een loslaten. En niet te strak aantrekken. Dus zet de video weer op pauze en als je de andere 4 hebt gemaakt, dan gaan we weer verder. Tot zo! We beginnen met elastiekjes plaatsen voor de achterkant van je smartphone. In dit geval zwart. Eerst pak je 2 elastiekjes en die doe je hier los op dit pinnetje. Datzelfde doe je aan deze kant op het ene laatste pinnetje. Dan pak je 2 elastiekjes en je gaat vanuit dit pinnetje naar beneden. Dan pak je weer 2 elastiekjes en je gaat vanuit dat middelste pinnetje naar beneden. We gaan nu een rij maken tot en met het ene laatste pinnetje en ook hier en ook hier. Van elkaar overlappende elastiekjes, dus elastiekjes die op elkaar aansluiten. Dus dit zijn 2 elastiekjes en de volgende 2 sluit je daarop aan. En dan pak je weer 2 elastiekjes en die sluit je daarop aan. En dat blijf je doen tot en met dit pinnetje en ook hier en ook hier. En daarom ga ik dit versnellen, want mijn video is te lang aan het worden.
Dus ik hoop dat je het begrijpt. Ik weet zeker dat je het kan. Tot zo! En de laatste twee. Nu pak je weer twee zwarte elastiekjes en dan ga je vanuit dit pinnetje naar het midden. Blijf ruzie hebben met die rij pinnen die steeds loskomt. Dus hier hebben we nu twee elastiekjes opgeplaatst en vervolgens nog eentje verder naar beneden. Ook weer twee elastiekjes. En dan gaan we hier een capband opmaken van 4 ringetjes. Lukt dat niet, dan doe je er 3, het liefst 4. Dus 1, een slag draaien, nog een keer eromheen, dat is 2, een slag draaien, nog een keer eromheen, dat is 3, slag draaien, en nog een keer, dat is 4. Dan gaan we nu die horizontale elastiekjes erop zetten. Dus pak die 5 er maar bij met zwart. Doe het een klein beetje naar beneden. En dan probeer niet te veel aan dat paars te trekken, want je wil die knoop niet te strak maken. Maar hier zetten we dan het eerste elastiekje op, in zijn geheel over de 3 pinnen. Deze rij slaan we over en hier komt het volgende elastiekje op. Die rij slaan we weer over. En dan komt hier weer de volgende op. Eentje overslaan. En weer eentje overslaan. En wat ik nog wilde vertellen is dat je, want ik zei van dit wordt de achterkant van je iPhone, dus als je een streep in het midden wil hebben. Maar dit zijn dus in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen. Eén rij aan de zijkant en dan een beetje zo 4 in het midden en dan nog een rij aan de zijkant. En dit zijn de eerste 3. Dus zometeen gaan we nog een keer 3 van deze rijen maken. Dus dit is de helft van de achterkant. Nu gaan we haken. Je gaat naar die capband van 4 ringetjes of misschien heb jij 3 gedaan. Hier bij dit pinnetje. Daar ga je in. En dan pak je die 2 elastiekjes die daaronder zitten. Dus niet die elastiekjes die helemaal onderop zitten. Alleen maar deze. En die gaan naar het midden. Dus deze elastiekjes die zitten er nog steeds. Vervolgens wil je deze elastiekjes pakken. Dus die laat je met rust. Je gaat in die druppelvorm die je net hebt gemaakt. Je pakt de bovenste 2 elastiekjes. En die haak je naar boven. En nu kan je in deze druppelvorm. En dan kan je deze elastiekjes naar links haken. En deze 2 losse elastiekjes, die zitten er ook nog gewoon alsof er niks gebeurd is. En nu kan je deze hele rij kan je naar voren haken. En deze ook. Maar deze, die doe je niet. Alleen deze 2. En dat is op zich niet moeilijk. Je komt geen rare dingen tegen. Alleen zo'n enkel elastiekje die duw je dan even naar achteren. En dan pak je die 2 elastiekjes op die daar beneden liggen. En die haak je naar links.
laatste. Dan ga ik terug naar het midden. In die druppelvorm. Daar moet je altijd voor oppassen als je meerdere elastiekjes haakt en je zet ze erop, dat je ze niet zo erop zet, maar ook echt alle lusjes om het pinnetje heen. De twee rijtjes zijn gehaakt. Duw alles nu goed naar beneden, want we gaan er een tweede nieuwe laag op plaatsen. En dat kan er verwarrend uitzien. Ik ben nu nog steeds aan het twijfelen of ik wel moet vasthouden aan mijn beslissing om het scherm in doorzichtig te doen. Het lijkt me heel mooi, maar ik ben gewoon bang dat het niet duidelijk is voor de video. Dus misschien kan ik beter een ander kleurtje kiezen. Maar goed, ik heb nog heel even uitstel van deze beslissing, want we gaan beginnen met zwart. En let er weer even op, deze rij is dus niet gehaakt en dit rijtje is ook niet gehaakt. En nu pak ik weer twee zwarte elastiekjes en die plaats ik hier bovenop. En ik pak weer twee zwarte elastiekjes en die plaats ik hier bovenop. En dan ga je nu over op je beeldschermkleur. Ik ga toch maar even proberen kijken hoe het eruit ziet. Ik neem nu doorzichtig en die doe ik hier bovenop. Nou, dat is toch wel te doen. Zeker met die lamp die erop schijnt. Dus ik ga het gewoon doorzichtig doen. En deze doorzichtige elastiekjes keer 2 doen we tot het ene laatste pinnetje van je iPhone. Want hier doen we zo meteen weer zwart. Maar nu dus met de dubbele doorzichtige elastiekjes gewoon op elkaar aansluiten. Ik zal niet de video versnellen. Ik heb deze doorzichtige elastiekjes van het merk Rainbloom ook echt speciaal in huis gehaald voor deze tutorial. Ik heb wel eens elastiekjes, doorzichtige elastiekjes van een ander merk, maar dit vind ik persoonlijk toch de mooiste. Ik ben hier geëindigd met mijn doorzichtige elastiekjes en dan komt hier nog dubbel zwart. In ieder geval de kleur van de achterkant van je iPhone. Ik noem het een iPhone, maar eigenlijk moet ik gewoon zeggen smartphone. Hier. En dan doen we hier exact hetzelfde. Ik had hier al twee zwarte elastiekjes en ik ga aansluiten met doorzichtig. De kleur van mijn beeldscherm. En de laatste twee doorzichtig. En dan doe ik hier weer zwart. De kleur van mijn beeldscherm. En dan pak je twee zwarte elastiekjes. En die plaats je eerst op dit pinnetje. En daarna nog twee op dit pinnetje. En dan pak je nu de andere elastiekjes erbij, horizontale elastiekjes die we al hebben gemaakt. En die gaan hier bovenop, waar ook al die andere op zitten.
Deze had ik dus met het doorzichtig gedaan. Maak een beetje plaats en dan gaat het hier het elastiekje bovenop. De volgende gaat hier. Gewoon in zijn geheel over 3 pinnetjes. Weer eentje overslaan, deze overslaan. Dan gaan we naar de volgende rij. Deze overslaan, volgende rij. En deze rij weer overslaan en de laatste rij. En deze elastiekjes houden alles bij elkaar, dus die zijn wel heel belangrijk. En zo. Nu gaan we weer haken en vergeet niet dat we dus 2 lagen boven elkaar hebben. En we zijn nu alleen maar bezig met die doorzichtige laag. Die zwarte laag helemaal onderop, die moeten we met rust laten. Dus daar moet je niet per ongeluk elastiekjes van haken. Dus ik ga weer naar de onderkant van de loom. Ik ga hier beginnen. Dan ga ik vanuit dit pinnetje ga ik deze kant op haken. En dan gaan we deze 2 rijen haken en we gaan ook van die icoontjes toevoegen. Nou, deze smartphone heb ik te druk gemaakt. Dit zijn dus de icoontjes en we gaan nu zo meteen deze rij doen. Dus ik ga de video volgen van DIY Mommy. Eerst haak ik zonder icoontje, dan voeg ik een icoontje toe, dan 3 keer niets en dan 3 keer een icoontje achter elkaar. Maar zover is het nog niet. We gaan nu eerst hier beginnen. Nou, we hebben dus hier deze 2 elastiekjes. Die schuif je naar beneden. Die heb ik nu op mijn vinger zitten. En dan heb ik hier 2 elastiekjes. Ik heb er wel meer dan 2. Ik heb er 4. En ik heb deze nog. Nou, daar wil ik niet aankomen. Die onderste 2 elastiekjes wil ik niet aankomen. Dus hier ga ik in. En dan pak ik die 2 elastiekjes op naar boven en ik haak ze hier naar het midden toe. Zet ze goed op dat pinnetje. En nu wil ik deze elastiekjes hebben, deze hier. Dus alleen de bovenste laag, dus je gaat weer hierin, de druppelvorm die je net hebt gemaakt. En dan pak je die bovenste 2 elastiekjes op, dat zijn deze. En die haak ik naar boven toe, als ik mijn loom zo hou. En deze zit er dus nog gewoon vrij omheen. En hier heb ik ook een elastiekje wat ik niet gehaakt heb. En dat elastiekje is nu aan de beurt, dus dan wordt het hopelijk wat duidelijker. Ik ga nu hierin. En dan pak ik ze eruit. En hetzelfde met deze 2. Pak de 2 elastiekjes op, die zwarte elastiekjes. En die haak ik naar links. Dus dan heb je hier nog van die losse elastiekjes zitten. En je hebt die onderste laag, heb je dus eronder zitten. En nu gaan we verder met het haken van het beeldscherm. Ik ga eerst de middenrij doen. En dat betekent dat ik nu mijn icoontjes ga toevoegen. En ik ga 4 van die icoontjes op mijn haaknaald zetten. En het maakt niet uit welke kleur, dus wat jij mooi vindt. Dus ik doe paars 4 keer. 4 ringetjes. 1, 2, 3 en 4. Geel. 1, 2 en 4. Blauw en oranje. De eerste 2 elastiekjes. Ik ben hier gebleven. Dit is die druppelvorm. De eerste 2 doorzichtige elastiekjes, die haak ik gewoon naar links. De volgende 2 doorzichtige elastiekjes,
daar schuif ik, voordat ik ze dus op het pinnetje ga plaatsen, schuif ik daar die oranje elastiekjes op. Die oranje ringetjes. In mijn geval oranje. En dan pas haak ik ze op het pinnetje. Dan ga ik verder, doe ik 3 keer niets. Denk erom dat je dus niet die onderlaag oppakt. En nu ga ik weer icoontjes toevoegen. Het is er maar 1, dus dat klopt niet volgens mij. Nee, dus even terug. Nu heb ik er wel 2. En de laatste gaan zonder icoontje. En dan is mijn allerlaatste 2 elastiekjes van dit rijtje zijn zwart. Bijna van uit mijn beeld geloomd. En dan gaan we terug en naar het einde van de loom. Of het is mooi te bekijken, nu dus het begin, want dan doen we ook de andere kant. Voordat ik ga haken, ga ik eerst weer icoontjes plaatsen. Deze keer 5. Ik begin met roze, 4 keer op mijn haaknaald. Turquoise. Grijs. Blauw, donkerblauw. En rood. Dan ga ik weer haken. Hier ben ik gebleven. Dit is die druppelvorm. Horizontale elastiekje naar achteren. En ik pak die 2 doorzichtige elastiekjes op. Ik had er nu maar 1, dus ik ga nog even terug. Nu heb ik er wel 2. En die haak ik naar voren. Het is een beetje druk op mijn haaknaald, dus ik ga het eerste icoontje toevoegen. En dan plaats ik de elastiekjes op het pinnetje naar links. Vervolgens haak ik nu 2 keer zonder icoontje en je kan dit natuurlijk naar eigen inzicht doen, hè? Misschien wil je juist heel veel icoontjes of juist niet. Je hoeft niet mij te volgen nu. Ik heb nu 2 keer gehaakt zonder icoontje en nu ga ik al mijn icoontjes toevoegen. De onderste zwarte lagen laat ik met rust. Ik wil alleen die doorzichtige elastiekjes hebben. En nu voeg ik weer een icoontje toe. En ook hier. Horizontale elastiekje naar achteren. En dan pak je die 2 elastiekjes op in de kleur van jouw beeldscherm. Ik ben helemaal naar onder aan het zakken, zie ik. Zo, even terug naar het midden. En de laatste 2. Om even terug te spoelen om te kijken of het nog wel te doen is. Ik hoop het wel, want ik wil eigenlijk niet meer terughaken. Ik ben blij dat deze icoontjes erop zitten. En dan hier de laatste 2 zwarte elastiekjes. En dan is ook deze rij gehaakt. En dan gaan we ook de laatste rij haken. Je gaat in deze druppelvorm. En je pakt die 2 zwarte elastiekjes op en die haak je naar links. Nu kom je steeds horizontale elastiekjes tegen, maar wel 2 boven elkaar. Doorzichtig en zwart in mijn geval. Dus die moeten alle 2 naar achteren. En dan haak je de 2 elastiekjes naar links. Dus pas op dat je niet zo'n horizontaal elastiekje meehaakt. Deze gaan ook naar links. Hier weer 2 horizontale elastiekjes. Die gaan naar achteren en ik pak die 2 elastiekjes op. Ja, ik dacht ik heb er maar 1, maar ik heb er inderdaad 2 en die gaan naar links.
Hier kom ik weer horizontale elastiekjes tegen. Ook weer horizontale elastiekjes, alle twee naar achteren. En dan heb ik het hele rijtje gehaakt. Dan gaan we nog naar van dit pinnetje naar boven haken. Alles naar achteren, totdat ik die twee elastiekjes heb daar. Ik voel hier een beetje spanning, dus ik ga eventjes met mijn haaknaald rond dat pinnetje om ze wat meer de vrijheid te geven, zodat ze op een plek kunnen schieten. En dan hebben we alles gehaakt. Nou blijft deze rij blijft zitten. Zo. En deze twee gaan er vanaf. Dus dit gaat er vanaf. En deze gaat er vanaf. Maar deze rij blijft zitten. Voorzichtig dat je niet de elastiekjes van die laatste rij eraf haalt. Schuif ze voor de zekerheid anders allemaal goed naar beneden. Zo. En nu gaan we de bovenste rij en de onderste rij gaan we omwisselen. Dus ik haal even de loem uit elkaar. Dit nu de voorste rij. En de andere twee rijen zijn de lege rijen. En dan gaan we nu eerst weer elastiekjes plaatsen voor de achterkant van je beeldscherm. En eerst begin je met twee losse elastiekjes op dat pinnetje te plaatsen. Vervolgens doe je twee elastiekjes vanuit dat pinnetje naar het midden. En dan pak je deze twee elastiekjes op. En die doe je ook op het middelste pinnetje. En dan gaan we weer rijen plaatsen, in mijn geval zwart, tot en met het ene laatste pinnetje. Alleen doe ik hier twee grijze, want dat wordt het kijkgaatje. Nee, ik denk dat ik er nog eentje opschuif. Dus ik begin eerst met twee zwart. Mijn rijen zitten nog steeds los, zoals je merkt. En dan doe ik twee grijs. En dat moet dus het kijkgaatje gaan worden. En vervolgens plaats ik alleen maar dubbele elastiekjes tot en met het ene laatste pinnetje. En ook hier. En dat ga ik versnellen, want ik ben bang dat deze video te lang gaat worden. En ik wil hem echt niet in twee gedeeltes uploaden. Dus veel succes en tot zo! Thank you.
Mijn twee rijen zitten erop. Alleen ben ik vergeten dat hier bij dat laatste pinnetje waar je nu bent gebleven, daar moet je nog heel even van af. Want daar moeten twee losse elastiekjes op. En vervolgens kunnen deze weer terug. En dan pak je twee zwarte elastiekjes en die plaats je vanuit dit pinnetje naar het midden. En dan pak je deze twee losse elastiekjes op en die doe je ook naar het midden. En als je dat hebt gedaan, dan ga je weer die horizontale elastiekjes plaatsen. Ik wil niet de doorzichtige, ik wil die zwarte elastiekjes, de kleur van je achterkant. En die ga je op precies dezelfde plek doen als waar ze nu zitten. Hier dus. Dat is 1. En 2. Het is een beetje graven. Ja, ik trek er nu toch maar aan. Ik heb toch dubbele elastiekjes gebruikt, dus ik denk wel dat we ze makkelijk los krijgen strakjes. 5 horizontale elastiekjes geplaatst. Dan kunnen we nu weer gaan haken. We gaan bij dit pinnetje beginnen. We willen deze twee elastiekjes hebben die hier helemaal onderop liggen. Dus je gaat in al deze ringetjes, die duw je naar achteren. En dan pak je die twee elastiekjes op. En die haak je naar het middelste pinnetje hier, naar dit pinnetje. Vervolgens wil ik deze hebben, alles naar achteren. Totdat ik die twee elastiekjes tegenkom. En die haak ik naar boven. En dan kunnen deze naar links. Deze twee laat je met rust. En deze kunnen ook naar links. En dan haak je gewoon deze twee rijtjes rechtdoor naar links. Ik ga eerst het midden doen. Ietsje sneller, want ik begin kritisch te worden in mijn tijd. Ik ben nu alweer bang dat ik de video er anders niet op krijg in één keer. En in principe moet het geen problemen geven, want het is gewoon recht toe, recht aanhaken. Dit rijtje is gehaakt. Ik ga nu terug voor de andere kant. Kijk uit met die markeerelastiekjes. Dat je ze niet meehaakt. Zoals deze hier. Horizontale elastiekjes duwen naar achteren. Die moet je ook niet meehaken. Dit zijn mijn grijze elastiekjes van het kijkgaatje. Ik hoop dat dat goed gaat uitpakken. En dan heb ik nu deze 3 rijen gehaakt. Dan ga je alles goed naar beneden duwen. En dan gaan we weer doorzichtige elastiekjes toevoegen voor het beeldscherm. Je begint weer met 2 zwarte elastiekjes. En ook daaronder 2 zwarte elastiekjes. En de rest van deze 2 rijen gaan we aanvullen tot het ene laatste pinnetje met doorzichtig, de kleur van je beeldscherm. Dubbele elastiekjes. En ik zal dit stukje ook iets gaan versnellen. Niet heel veel, maar wel een beetje, want het is gewoon doorzichtige elastiekjes plaatsen.
Bij mij zitten de twee rijen van het beeldscherm er nu ook op. En dan ga je hier met twee zwarte elastiekjes, de kleur van je achterkant, ga je vanuit dit pinnetje naar het midden. En vervolgens weer met twee zwarte elastiekjes vanuit het midden helemaal naar beneden. Dan gaan we nu die horizontale elastiekjes op dezelfde plek doen als waar die andere elastiekjes, horizontale elastiekjes hebben gezeten of zitten. Dit is het eerste horizontale elastiekje, de tweede, de derde, de vierde en de vijfde. We kunnen nu gaan haken, maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst weer icoontjes plaatsen. Ik doe er eens 3. Rood 4 keer. Geel. En blauw. Schuif ze goed naar achteren. Dan gaan we eerst dit stukje haken en dan deze twee rijen. Hier gaan we dezelfde truc uithalen als net. Die bovenste twee elastiekjes, die hou ik nu even naar beneden. We werken in 2 lagen, dus pas op dat je zometeen niet de onderste laag mee haakt. Maar in dit geval wel, helemaal naar onderen. En dan haak je dit naar boven. En naar het middelste pinnetje. Dus je bent nu door al deze ringetjes naar beneden gegaan en we hebben hem deze manier op het middelste pinnetje geplaatst. Nu willen we deze 2 hebben. Duw dit naar achteren. Dan pak je die bovenste 2 op. Zorg dat ze helemaal vrij zijn en haak ze naar links. En dan kan je terug voor ook die andere 2. En die gaan naar links. Deze gingen naar boven. En hier pak je ook weer de bovenste 2. En die haak je naar links. En deze 2 laat je dus gewoon voor wat het is. En nu ga ik de middelste rij haken. En ik pak eerst de bovenste 2 doorzichtige elastiekjes. En die haak ik zonder iets toe te voegen naar links. Dan pak ik weer de doorzichtige elastiekjes en ik voeg mijn 4 blauwe ringetjes toe. En ik haak ze naar links. Vervolgens ga ik 4 keer haken zonder iets toe te voegen. En die onderste zwarte laag, die laten we met rust. We haken alleen de bovenste laag. Even kijken, hier was ik gebleven. 1, 2, 3, 4. Ik kan niet praten en denken tegelijk. Dat zie je maar weer, ik was de tel kwijt. Nu voeg ik geel toe. En vervolgens voeg ik rood toe. En dan haak ik de laatste zonder wat toe te voegen. En de allerlaatste, dat zijn 2 zwarte elastiekjes. Nu ga ik terug voor de laatste rij. Ga ik eerst weer icoontjes toevoegen op mijn haaknaald. Ik ga nog 3 toevoegen. Paars. Oranje en turquoise. En dan ga ik nu verder met haken. Hier ben ik gebleven. Dit is die druppelvorm. Dan ga ik in. En ik pak de bovenste 2 elastiekjes, doorzichtige elastiekjes, en die gaan naar links. Hier ga ik turquoise toevoegen. En ik haak ze naar links. En dan ga ik 4 keer naar links haken zonder wat toe te voegen. Ik pak bijna nu een zwart elastiekje mee. Haastige spoed is zelden goed. Want dat horizontale elastiekje, dat moet je naar achteren duwen. En hier voeg ik weer een icoontje toe. En hier ook.
En de laatste van je beeldscherm haak je weer zonder wat toe te voegen. Horizontaal elastiekje wel naar achteren. En niets anders meenemen dan alleen die twee elastiekjes van je beeldscherm. En tenslotte hier de laatste twee van de achterkant. In mijn geval zwart. We hebben er 3 rijen gehaakt. Tot slot gaan we dit rijtje haken. Je pakt de onderste 2 elastiekjes. Dus je moet echt zorgen dat je in al die ringetjes naar beneden gaat. Maar het kan niet missen. Er zijn maar 2 elastiekjes. Er is spanning. Dus met mijn duim en mijn wijsvinger van mijn linkerhand trek ze voorzichtig eruit. En ik doe ze hier op het middelste pinnetje. Dan ook daar naar beneden om de onderste 2 elastiekjes te pakken. Je ziet dat ik meehelp met mijn vingers van mijn andere hand. En ook deze 2 zijn nu geplaatst. Nu gaan we deze 2 rijtjes weer van de loom afhalen, precies zoals we net hebben gedaan. En dit blijft op de loom. Dus ik ga dit stukje weer versnellen, want dat hebben we net al gedaan. De rijen zijn weer omgewisseld en we gaan de laatste rij elastiekjes plaatsen. Eerst pak je deze losse elastiekjes op hier en die plaats je op dit pinnetje. En vervolgens pak je de kleur van de achterkant van je smartphone. En daar maak je een rijtje van elkaar overlappende elastiekjes tot en met het ene laatste pinnetje. We zijn er bijna. En als je hier bent aangekomen bij dat ene laatste pinnetje van je loom, dan pak je deze 2 elastiekjes op en die zet je daar bovenop. Nu gaan we al die horizontale elastiekjes plaatsen. Dus zowel de zwarte in mijn geval als de doorzichtige. Alle horizontale elastiekjes zitten erop. We gaan nu ook dit laatste rijtje haken. Dit zijn de 2 elastiekjes die we willen hebben. De rest duw je naar achteren. Dan kan je vanaf de zijkant mooi meekijken. En dit zijn de elastiekjes die je eruit wil halen. En die haak je naar boven in mijn geval. Deze elastiekjes gaan naar links. En die horizontale elastiekjes, die duw je naar achteren en dan pak je die 2 elastiekjes op. En die haak je naar links. Dit is gemakkelijk, niets in de weg.
hebben we het rijtje gehaakt. Dan moeten we alleen nog dit elastiekje haken. Die doen we vanuit dit pinnetje naar het midden toe. Ik voel spanning, dus ik ga even met mijn haaknaald een rondje maken om dat pinnetje. En dan kunnen we het laatste elastiekje gaan plaatsen. Of eigenlijk een knoopje maken door hier je haaknaald in te steken. Je kan er één doen, je kan er ook twee doen. Ik denk dat ik er maar twee ga doen voor de zekerheid. En die trek ik door al deze ringetjes heen. Alle lusjes op de haak en een knoopje maken door deze twee over de haak heen te halen. Los te laten en aan te trekken. En dan kan je smartphone van je loom af. Fingers crossed dat alles goed is. We moeten nu die knoopjes er nog uithalen. En dan kan je deze markeerelastiekjes kan je verwijderen. En dan is dit het eindresultaat. Superleuk 3D smartphone. Lusje kan je wegwerken of je kan het gebruiken om je iPhone ergens aan te hangen. Of misschien wil je dit wel gebruiken zoals bij het hoesje voor de iPhone die ik heb gemaakt, dat je er ook weer iets aan hangt. Ik hoop dat je iets aan deze video gehad hebt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!